De Nederlandse melkveehouderij is een moderne sector die ertoe doet en is op zoek naar nieuw personeel. We zoeken melkers, allround medewerkers en bedrijfsleiders. Aanpakkers die de handen uit de mouwen steken en werken aan Nederlandse zuivelproducten van topkwaliteit. Mensen met liefde voor dieren en oog voor de omgeving, die ervoor zorgen dat onze sector koploper blijft op gebied van melkwinning, duurzaamheid en diergezondheid. Mensen zoals jij? Ik ben Arjan, ik ben 26 jaar en ik werk op het melkveebedrijf van mijn buurman. Hiervoor heb ik een agrarische opleiding gedaan. Ik ben Johan, niet geboren op het platteland en nu hier tussen de koeien. Dat is het mooiste wat er is. Ik heb een civiele opleiding gedaan hiervoor. Dat ik nu hier zo tussen de koeien sta, dat had ik niet gedacht. Je zorgt voor je koeien, je zorgt dat ze allemaal goed gezond zijn. En daar ben je elke dag mee bezig. Nou, deze koe heb ik nou bekapt. En hoe gezonder de klauwen, hoe gezonder de koe, des te beter presteert die koe. Wat mij drijft om dit werk hier te doen, is de afwisseling. Eigenlijk is geen dag hetzelfde. Ja, je hebt wel vaste werkzaamheden, zoals het melken en voeren. Maar tussendoor kan er bijvoorbeeld een koe kalven. Ja, dan moet je daar weer bij springen. De ene keer ben je in de werkplaats bezig en de andere keer ben je op land bezig. Je moet wel kunnen en willen omgaan met techniek ook. Ik bedoel, tegenwoordig wordt al hoe meer geautomatiseerd. Dat mestrobotje wat er rondrijdt, dat stuur je al aan via je telefoon. Het gras wat hier groeit en alles wordt bijgehouden in een systeem. Dus het is niet meer dat het net als vroeger op de achterkant van een sigarendoosje komt, bij wijze van. Maar, al het werk is te leren. Als je een beetje feeling hebt met dieren en je weet een beetje van aanpakken, dan kun je volgens mij wel op ieder melkveebedrijf werken. Ook als je van buitenaf komt en je bent niet opgegroeid op een boerderij. Ja, als je echt plezier hebt met die dieren, ja, dan maakt het echt fantastisch om in deze sector te werken. Benieuwd geworden? Kijk op werkenindemelkveehouderij.nl.